Het is de tweede helft van augustus en dus staat de hei in bloei. Ook hier in de Haterse en over Rasseltse Vennen. Hei of heide komt in maar weinig landen voor. Het plantje heeft namelijk een gematigd klimaat nodig met niet al te hete zomers en niet te strenge winters. Als het extreme weer veroorzaakt door klimaatverandering dus erger wordt, komt ook het voorbestaan van de hei in gevaar. Voor veel mensen is de bloeiende hei een teken dat de zomer op zijn einde loopt. We kunnen nog ongeveer 3 weken van het paarse plantje genieten.